Hallo, mijn naam is Joe en welkom bij een nieuwe video. En dat is deze keer van het andere luik van de Red Dead Redemption 2. We hebben het singleplayer luik al een hele tijd geleden getoond. En nu tonen we dus de momenteel nog in beta aanwezige Red Dead Online. De multiplayer versie dus, waarbij je eigenlijk met een groep spelers in de open wereld van Red Dead Redemption 2 wordt gedropt. En daarin eigenlijk alles kan doen dat je maar wil. Naast elkaar ook natuurlijk neerknallen, want dat zit er natuurlijk ook in. Er zitten eigenlijk de meeste belangrijke features erin van Red Dead Redemption 2 singleplayer wel te verstaan. Want er zijn dus nog een aantal features die eigenlijk, hopelijk moet ik dan eigenlijk erbij zeggen, nog erbij komen. Want het is dus nog altijd een modus die zich in beta bevindt. Dus niet alles staat op punt, er ontbreken vermoed ik dan dus nog features, maar daar gaan we dus iets verder over toewijden in deze video. Terwijl we hier rustig intussen met een passie, want dat kan je dus ook doen, hè. Je kan teamen en dan een passie vormen. Waar we dus intussen nu een soort van leveringsmissie doen, dat is een heel simpele opdracht eigenlijk, waarbij we gewoon van punt A naar punt B met een levering moeten rijden. En zowel AI-tegenstanders, potentiële AI-tegenstanders moet ik daarbij vermelden trouwens opnieuw, als ook andere spelers tegenhouden, want andere spelers kunnen dus jouw passie, hun activiteiten komen verstoren en dan krijgen zij daar natuurlijk ook beloningen voor. Vandaar dat we dus een teammate hier hebben naast ons op die kar die alles in de gaten houdt en dus de vijanden eventueel van de kaart moet vegen als dat nodig is. Ik zit intussen gewoon zo snel mogelijk naar punt B te rijden. De visuals zijn allemaal hetzelfde. Ik denk dat er eigenlijk helemaal geen compromise is gebeurd in zaken de intensiteit eigenlijk. Ik ging zeggen de netwerkintensiteit, maar ja, bon, dat zal natuurlijk ook wel wat rekenkracht vereisen. Ik merk eigenlijk niet echt een verschil met de singleplayer variant. Alles ziet er nog altijd even prachtig uit als in de offline gameplay. Dus dat zit allemaal eigenlijk al uitstekend goed. Je hebt natuurlijk naast free roamen ook, zoals in GTA Online eigenlijk, want daarmee gaat het meeste vergeleken worden, ook wel degelijk multiplayer modes om in te spelen. Meer deathmatch, georiënteerde dingen, team deathmatch enzovoort. En dat zit er dus ook nog allemaal in. Zij het enkele modi, nog niet alles zou erin zitten, maar daar gaan we dus zo dadelijk over, verder over praten. Intussen hier, kijk, heb ik een paar van die spelers ook mee helpen neerhalen, die dus probeerden van onze activiteit te verstoren. Dat is niet gelukt en we zijn aangekomen bij punt B in Rhodes, de General Store, want daar moeten we die kar afzetten. Vooral, nogmaals, het is de bedoeling om even een korte impressie zo te geven van wat er allemaal kan in Red Dead Redemption 2 Online, eigenlijk is Red Dead Online, heel duidelijk. We gaan niet alles kunnen tonen uiteraard, maar we proberen een zo allesomvattend mogelijk beeld te schetsen. Ziezo, die opdracht hebben we volbracht. Ik stel voor dat we nu toch misschien even eens verder gaan naar een missie zelf, want er zit dus ook een verhaallijn eigenlijk in deze Red Dead Online. In tegenstelling tot de vorige. Tot de vorige, daar zat eigenlijk helemaal geen verhaal echt in. En in GTA Online ook niet echt. Laat ons daar eerlijk over zijn. Dit is eigenlijk de eerste met een echt volwaardige story mode. In de online variant. Wauw. Intussen hier, kijk, nog even kort overlopen met jullie. Jullie zien het. Je kan zo gewoon een ledger eigenlijk oproepen. En dan daarin alles kopen dat je wilt. Dus je moet niet naar een winkel gaan per se. Je kan ook trouwens niet neergeschoten worden in winkels. Ook heel belangrijk. Daar zit je safe, maar eens je een winkel durft buiten wandelen en er staat iemand die op te wachten, dan kan dat natuurlijk beginnen fout lopen en kunnen ze je beginnen afschieten. Voilà. Ik denk dat we even vooruit gaan spoelen naar onze missie, dus tot zo dadelijk. En daar zijn we dan aangekomen bij onze missie. We hebben intussen eerst een cutscene laten uitspelen, maar die willen we dus niet tonen. Kwestie van iets, het een beetje verrassing allemaal te houden, maar hier gaan jullie dus meteen even zien wat er precies zich allemaal afspeelt in die verhaallijn dus. Hè? Want je hebt dus wel degelijk een aantal missies om te doen. Natuurlijk de verhaallijn in de multiplayer variant, die is niet zo lang als die in de singleplayer variant. Spijtig genoeg, want ik vind het eigenlijk net leuk om die storyline missies eigenlijk in co-op te kunnen spelen. Dat is echt wel leuk. Wat we eigenlijk gaan doen dus, is hier tonen ook meteen waarom dat deze story mode eigenlijk zo goed past ook binnen de setting van ja, Red Dead Redemption 2, maar ook dus van de opzet van de singleplayer gameplay. Want je gaat dus niet alleen missies moeten doen, je moet ook samen in groep beslissingen nemen. En dat gaat straks gebeuren, dus dan kan je een beslissing gezamenlijk nemen en dat is dan vaak een moreel correcte beslissing en een moreel incorrecte beslissing. Kan ik eens een voorbeeldje misschien geven, zonder deze meteen te spoilen. Ja, ik kan dat misschien eigenlijk wel doen. In een van de andere missies moet je bijvoorbeeld een gevangene gaan redden die ontsnapt is uit de klauwen, enfin uit de handen van de politie. Klauwen is misschien een lelijk woord om de arm der wet te omschrijven. Maar als die dan dus je gaat die dan uiteindelijk vinden en je moet die eigenlijk gaan leveren, maar die zegt dan van, als je mij laat gaan, dan wil ik u eventueel helpen en u iets geven in ruil daarvoor. En dan kan je eigenlijk als groep beslissen van, oké, gaan we die laten wandelen of gaan we die effectief toch inleveren? En hier komt het interessante dan dus van die opties. Of wat dat je dus precies kan doen en hoe je eigenlijk zo, ja... hoe dat je bepaald kan omspringen met de keuze die je maakt dan in dat spel. De meerderheid in onze groep besliste toen van hem eigenlijk te laten gaan. En dan zou hij dus die schat aanwijzen. In ruil daarvoor. En op het moment dat zij dus iets verder die schat aanwijst, dan schoot een van ons hem toch nog neer om hem in te leveren. Om zo dus eigenlijk een soort van win-win scenario te creëren. Wist ik niet dat dat zelfs kon, maar dat hebben we dus gedaan. En op die manier kan je dus allerlei beslissingen nemen. Die al dan niet meer beloningen opleveren. Naar gelang wat dat je geweten eigenlijk zegt. Maar het is wel belangrijk om te weten dat die beslissingen ook effectief je honorbalk gaan aantasten, zeg maar. Of aanpassen. En dat is het vreemde van al. Ik heb al intussen gelezen dat de laatste missies zich enkel zouden ontlokken als je laag genoeg zit. Niet hoog genoeg, laag genoeg. Dus dan moet je eigenlijk al in principe... oftewel slechtere beslissingen nemen, oftewel het spel wel degelijk spelen zoals je het zelf wil, dus in de missies enzovoort. En dan dan beginnen slechte zaken eigenlijk doen om te proberen van die honorbalk toch terug naar beneden te krijgen. Dat is bijvoorbeeld iets in de beta die ze echt wel zouden moeten aanpassen. Een van die dingen, want het strookt niet volledig met de vrijheid die je hebt als speler om je honorbalk eigenlijk zelf aan te vullen zoals je maar wil. Of te laten leeglopen. Want het doet er dus eigenlijk allemaal niet zoveel toe. Je moet eigenlijk sowieso laag genoeg zitten om de singleplayer te kunnen... Enfin, de storyline van de multiplayer te kunnen uitspelen. Je ziet, ik ben nu al in de war aan het slaan tussen singleplayer en storyline in de multiplayer. Dat is omdat we het gewoon niet gewend zijn natuurlijk. Maar ja, kijk. Dus voilà, op die manier kan je wel beslissingen nemen. En trouwens, er gaat zo'n beslissing hier zo dadelijk ook volgen. Intussen zou onze teammate ook... Ja, voilà. De andere gevangen hebben, kijk... Teamwork at its finest. Want trouwens juist even een knopje. Hit thief. Je kan dan die dief effectief nog blijkbaar eens een map geven als die niet zwijgt. Voilà. En zo gaan we dus nu rijden naar de rendezvous point. En dan ga je daar meteen zien wat er dus gebeurt. We gaan daar intussen rustig naartoe rijden. Wat zit er trouwens in deze beta momenteel nog niet in Red Dead Online en waar geen bevestiging over is gegeven voor zover ik weet, maar wat ik wel graag zou willen zien, dat zijn die spellen, die minigames die er zitten in de singleplayer. Poker kan je niet spelen met spelers hier online, dat vind ik heel spijtig. Ja, bijvoorbeeld dat al. Five Finger Fillet, dat doet er nu niet zoveel toe, maar bijvoorbeeld die poker of... Dan met die domino-steentjes daar, dat kan dus ook bijvoorbeeld nog, tussen haakjes, niet. Geen idee of het zou volgen of niet, maar we hopen alleszins van wel. Hop, kijk eens hoe mooi, zo synchroon, boink, op de rails. En er zitten natuurlijk ook in de story mode van Red Dead Online professionele cutscenes. Het zijn echt wel mooie cutscenes. Ze moeten zeker niet onderdoen voor die van de singleplayer. Die van de singleplayer zijn misschien wel net zo ietsje meer nog, omdat die natuurlijk op maat geschreven zijn op de personages. En hier kan je je personage ook wel zelf aanmaken enzovoort. Maar hij heeft natuurlijk geen stem, hè, je personage. Het spreekt niet, heeft geen zinnetjes. Voilà, en intussen gaan we hier dan moeten een beslissing maken. Ik heb trouwens nog niet gehad over de verhalen in Red Dead Online, maar hoe het dus in elkaar zit, is dat je eigenlijk in het begin, er wordt ingeluisterd, je komt terecht in de gevangenis, je wordt overgebracht op een bepaald moment en dan wordt dus dat transport overvallen en word je eigenlijk bevrijd door iemand die jouw hulp nodig heeft. Om ja, wraak te nemen op iemand bepaald. En daar kan ik eigenlijk verder niet veel meer over vertellen. Dus ziezo, je bent eigenlijk wel degelijk een outlaw. Ziezo, en hier beslissen we dan met de meerderheid, vanuit de meerderheid, unaniem om dus toch maar die dan te helpen. En die niet te laten omverrijden door die trein. En als je ziet, je moet je wel haasten, want die trein komt er effectief aan. Dus op tijd lossnijden is dan toch wel de boodschap. Zeker niet te lang wachten om ze te laten liggen, want ja, als het dan fout loopt... Ziezo. Dan krijg je nog wat, ja, een stukje gold bar en een beetje geld. Want dat is natuurlijk ook nodig, want je kan hier dus ook jagen. Je kan hier... je paard ook... enfin, een ander paard kopen, dat dan weer... helemaal uitdossen in bepaalde uitrusting. Dat onderhouden, jezelf onderhouden, het zit er allemaal eigenlijk in. Al hetgeen dat je in de singleplayer hebt gezien op dat vlak zit hier er ook in. Dus je kan wel degelijk eten, oftewel op eten gaan jagen, op voedsel dus jagen, op dieren dan. Maar je kan evengoed zelf eten gaan kopen in general stores. Dat zit er allemaal in. Wapens onderhouden ook, nieuwe wapens kopen, wapens customizen. Dus dat zit er allemaal in. Maar er ontbreken zo nog een paar essentiële dingen. En, zoals die minigames bijvoorbeeld, die zou ik heel graag willen zien komen naar de multiplayer variant. En de gold bar, zoals je hebt dus, misschien gezien daar, die 0,06 gold bar dat ik kreeg voor deze missie. Dat zijn wel degelijk dat is de premium currency, hè, de microtransactions. Daarmee kan je eigenlijk sommige dingen in die ledger daar eigenlijk sneller unlocken. In plaats van eerst dus te grinden voor in-game geld en dan die dingen te kunnen kopen. Je kan die dus daarmee dan eigenlijk vrij spelen. Goed, dat mag in principe. Daar heb ik niet zozeer een probleem mee. Maar er is al geklaagd geweest over de economie in het spel zelf. Dat die nog niet goed genoeg op punt was gesteld. En men heeft intussen dat wel al verholpen. Zodat je dus toch wel wat meer beloningen krijgt eigenlijk na missies. Nogmaals, het is een beta. Dus dat is allemaal heel belangrijk om wel mee te geven. Voilà, de missie is afgerond. Ook heel belangrijk, je progressie zou in de beta behouden blijven. Dus je kan deze zoveel mogelijk spelen als je wil. Ik denk dat ze intussen ook niet veel keuze hebben om anders te kiezen. Je gaat sowieso wel degelijk ze kunnen behouden. Want intussen spelen, ja, ik denk toch miljoenen mensen ook al Red Dead Online. Dat trouwens volledig gratis beschikbaar is voor wie Red Dead Redemption 2 bezit. Dus je moet enkel gewoon de game kopen en de multiplayer variant is volledig te unlocken en te spelen gratis voor iedereen. Voilà, wij gaan intussen hier even naar de online variant. Eens nog een multiplayer matchje spelen om mee af te sluiten. Dus tot zo dadelijk. En dat is dus hier ons laatste stukje gameplay van deze video. En dat is dan meteen ook de laatste video van dit jaar, want al de rest dan nog moet verschijnen. En het zijn er nog een paar. Het zal er volgend jaar zijn, want daar geraken we gewoon niet meer toe. Dit is ja, zo een van die multiplayer modes in Red Dead Redemption 2 Online. Ik wil altijd zo de volledige titel zeggen, hè. Het is Red Dead Online, dus nogmaals voor alle duidelijkheid. Maar we gaan dat nog vaker zeggen, denk ik. Red Dead Redemption 2 Online. Waarbij het dus de bedoeling is van in deze mode bijvoorbeeld in teams zoveel mogelijk punten te behalen. En punten hangen af van met welk wapen je vijanden doodt. Dus met zo'n rifle. Daarmee bijvoorbeeld ja, kan je maar 1 puntje halen. Maar als je het met een shotgun doet, zijn het er 3. En als je zo een hatchet of zo'n tomahawk kan gooien op een vijandige speler, dan zijn het 6 punten, dacht ik. Dus je probeert toch wel degelijk, oftewel zoveel mogelijk vijanden neer te halen met de simpelste wapens. Daar zit er eentje mooi, hop. Die zag men niet. Oftewel, ja, dus gewoon slim om te springen met je wapens en te proberen van andere spelers te besluipen van achter. En dan die, ja, met de wapens af te maken die het meeste punten opleveren. Er zit een team deathmatch in, een deathmatch mode uiteraard ook. Je hebt... deze mode dus, het is niet pick your weapon hoor, denk ik dat het heet, maar het heeft dus met die wapens te maken. Er zit ook een soort van territory control-achtige mode in, waarbij je dus probeert van gebieden eigenlijk als team te veroveren. En dan dus op die manier veel punten eigenlijk te sprokkelen, maar je kan ook wel degelijk rekenen, naar het schijnt, op een battle royale mode. Die zou eraan komen. Dat zal... Goh, geen idee of dat eigenlijk nog in de beta erbij zou komen bij een update of dat ze die houden voor de 1.0 release, dus de launch echt, als hij helemaal klaar is en als alle kleine foutjes eruit gewerkt zijn. Ja, Dat zit er dus allemaal aan te komen, maar dus hopelijk ook nog extra features, zoals onder andere dus die minigames. Dat zou toch wel leuk zijn, hè? Zo samen in groep kunnen pokeren voor in-game geld. En iets anders dan altijd gewoon rond te rijden en te proberen van elkaar gewoon af te schieten. Kijk, die heeft mij neergehaald. En dat was denk ik met een tomahawk. Geen idee. Maar voilà, dit is eigenlijk zo'n impressie van Red Dead Online. Het heeft ver alles van wat je in Red Dead Redemption 2 in de singleplayer terugvond. Maar dan in een multiplayer jasje. Maar er ontbreken toch nog wat features en die moeten ze zo snel mogelijk toevoegen. Want daar kijk ik toch nog wel naar uit om die te zien gebeuren. Zou plezant zijn. Up, nu worden wij natuurlijk wel enkele keren serieus afgeschoten. Ik denk dat we hier intussen gaan afronden. De Red Dead Online variant, dus de multiplayer versie eigenlijk, is volledig beschikbaar voor alle Red Dead Redemption 2 bezitters, gratis te spelen. Dus je moet er niks extra voor betalen. Je kan zou misschien wel moeten kunnen beschikken over zo'n PlayStation Plus abonnement of een Xbox Gold subscription of wat is het daar. Dus die kan je misschien wel nodig hebben om het online te kunnen spelen, maar je moet niks betalen. Geen extra som geld. Het zit er volledig in. Kijk eens, dat was een leuke, zie. Mooi. Dus voilà, dat is het. De Red Dead Online variant is sinds eind november uit. De full launch, ja, dat zal zijn voor volgend jaar dus, hè. Zodra alles is eruit gewerkt, alle foutjes. We wensen jullie alvast zeer veel plezier met de Red Dead Online multiplayer versie. Als ook een gelukkig nieuwjaar. We zien jullie misschien wel terug op de prairies in Red Dead Redemption 2 Online. Zie je, daar hebben we het weer. En anders zal dat zijn tot volgend jaar.